Wat wens jij voor de wijk voor 2015? Ik denk dat ik voor de wijk vooral wens dat we heel erg goed met elkaar samen optrekken. Dat er geen verschillen zijn tussen mensen qua achtergrond of afkomst of religie. En dat we samenwerken aan een wijk waarin we het beste uit iedereen halen. Kijk, ik woon nu een jaar hier. Weet je, en dat bevalt me wel. Dus ja. Misschien. Want ik zou willen dat er wat meer levendigheid in de winkelcentrum de Klomp is. Wat zijn je wensen voor 2015? Ik denk dat ik het heel fijn zou vinden als kinderen in Overvecht hun talent weten te ontdekken. En ik ben zelf muziekjuf, dus, maar ook andere talenten die ze hebben, dat ze dat weten te ontplooien en ontdekken. En dat daar veel moois uit kan komen. En hoe lang doe je dat al? Volgens mij al een jaar of zo. Wat krijg je voor gevoel als je zo aan het dansen en zingen bent? Ja, kriebels in je buik of zo. U als bewoner, wat zijn uw wensen voor het nieuwe jaar voor Overvecht? Ik vind het een stuk opgeknapt. En ik mag ook hopen dat het zo blijft, zoals het gedaan wordt. Want er is een hoop werk aan besteed. Zou u nog wat dingen voor komend jaar hebben waarvan u denkt, nou, daar mogen ze ook wel eens wat aan doen? Nou, er is al een hoop aan gedaan aan de verkeersveiligheid bij ons. Op de Tigrisdreef. Maar als ik het zo bekijk, zijn er toch mensen die zich daar niet aan storen. En ik hoop dan dat daar toch nog wel wat beter op gelet wordt. Mijn wensen voor 2015, dat is dat de participatie voor de Noordelijke Randweg Utrecht, dat die weer gaat starten en dat die goed gaat starten. En dat we een vervolg hebben met een integrale aanpak. En zodanig dat we de wensvariant, alle kruisingen verdiept, eigenlijk kunnen realiseren. Wat bedoel je met de integrale aanpak? Dus behalve verkeer hebben we het ook over voetgangers, oversteekbaarheid naar het Noorderpark, groen, waterverbindingen. De Klopvaart zou heel mooi doorgetrokken kunnen worden naar het Noorderpark. Nou, dat zijn allemaal onderdelen van een gebiedsaanpak vanuit allerlei aspecten. Wat zijn uw wensen voor dit nieuwe jaar? Ik heb heel veel wensen voor het nieuwe jaar, maar ik wens Overvecht een fantastisch jaar toe. Een jaar waar we samen de wijk nog mooier kunnen maken. Waar we met heel veel respect voor elkaar van onze mooie wijk kunnen gaan genieten. En dat iedereen voor zichzelf een heel mooi jaar gaat maken. Als allereerst de beste wensen met veel gezondheid en samenhorigheid. Helaas hebben we hele vervelende berichten de afgelopen dagen gehad. Ik denk dat we daar niet zo erg in moeten gaan. En dat we vooral met veel respect met elkaar gewoon omgaan. Wie je bent, wat je bent, waar je in gelooft, is niet belangrijk. Gewoon samen met respect met elkaar omgaan. Hoe zouden we dat kunnen veranderen met z'n allen? Ten allereerste gewoon normaal goede dag tegen elkaar zeggen. En kijken naar elkaars kwaliteiten, krachten en talenten. En wat je daar samen mee kan bereiken. En gewoon van elkaar leren en kennis opdoen. En vooral niet ontwetend zijn. Weet waar het over gaat.